verhaal van Eddie Terstal is... Ik kwam van school af, kwam ik bij een reclamebureau te werken. Daar, omdat mijn moeder kende iemand daar. En was ik een soort betaalde stagiair. Toen was er nog heel veel geld in die tijd, 80e jaren. En toen ging ik, moest ik een beetje rondlopen, het vak leren. Maar het was niet echt mijn ding, merkte ik, reclame maken. En ik ging een keer mee om een commercial wat opgenomen. Toen werd er allemaal gewerkt met lampen en alles. Dat vond ik allemaal heel interessant. Heb ik ontslag genomen, anders ben ik weggegaan. Ben ik stage gaan lopen als belichter. Ben ik 6-7 jaar belichter geworden geweest. Toen ben ik op aanraden van iemand voor wie ik toen werkte, ben ik een brede maatschappelijke studie moest gaan volgen, zei hij. Want ik wilde cameraman worden. Hij zei dat ik regisseur moest worden. Toen heb ik dat gedaan, politicologie, 2 jaar. Maar in het tweede jaar had ik een script geschreven over illegale Brazilianen. Want ik was ook tolk Spaans-Portugees in die tijd. En die film was niet zo goed, maar dat viel niet zo op. De recensenten vonden het oké, geloof ik. Toen maakte ik daarna een film die was slecht en dat viel wel op. Dat was niet zo goed. En toen wilde ik eigenlijk stoppen. Toen zag ik zusje. Toen dacht ik, hey, dat kan ook. Gewoon films maken, je eigen generatie, je eigen achtergrond. En nou ja, zo weer opnieuw leren film maken. Low budget films. Oh, wow. Wat een pleur is weer ineens, zeg. We gaan verhuizen. Jo, wat leuk. Hé, luister, ik ga niet met pitons lopen borstelen. Bij de eerste de beste toren groter dan mijn snikkel ben ik weer. Wacht, eerst licht uit. Dat is vroeger bij de boeren. Zo, is jij leeft al? Ja, ja. Jij ook dus. Ja, nog wel. Ik heb kanker. Oh, zou de flikker eens op? Jos, als we het over politiek zinnelijk hebben, is dit een voorbeeld van politiek op de salontafel pissen. Mijn vader zei altijd, never judge a book by its cover. Wat? Nou, beoordeel nooit een boek op zijn cover. Mijn vader zei altijd, huis moeilijk, ga duivelk schoonmaken. Hey Camille. Hey Camille. Goed dat je er bent, man. Kun jij niet even wat falafel halen hier dan doen? Oh, hou nou toch een zak weg. Kut homo. Ik zou gewoon zeggen, rond naar je toe. Je denkt toch niet dat wij een beetje met de zak over onze kop gaan lopen. Enkel alleen omdat zij niet goed worden van een paar blote tieten. Nou, ik kom altijd wel weer verhalen tegen die ik wil vertellen. Weet je, ik ben misschien niet helemaal zo'n filmfanaat in die zin dat ik niet zo heel veel films zie. Ik zie meer documentaires en nog meer voetbal natuurlijk. Maar ik kom altijd wel verhalen dat ik dacht, die zijn de moeite waard. Of in mijn persoonlijk leven of maatschappelijk of zo, weet je. Dus er is altijd wel weer verhalen die ik tegenkom die ik wil vertellen. En dat is toch wel het belangrijkste, je eigen verhaal vertellen. En voornamelijk de films maken die je zelf wil zien. Je moet niet echt denken dat het publiek nou wezenlijk iemand anders is dan jij. Kijk, als ik een kinderfilm zou maken of wat ik altijd zeg, Jantje Smit, Dikkertje Dap met Jantje Smit in de hoofdrol. Dan draai ik zeker volgend jaar weer of zo, weet je. Of de nieuwste Kluun. Maar dat wil ik niet. Ik ben filmmaker niet omdat ik filmmaker wil zijn, maar omdat ik verhalen wil vertellen. Zoals je ziet heeft de tumor nauwelijks gereageerd op de chemokuur. We zien zelfs een zekere uitbreiding ten opzichte van voor de behandeling. En dan wordt het wel heel moeilijk. Het vervelendst is dat we in een gebied van de hersenen zitten waar zich cruciale functies bevinden. Ja. Ja, je kunt natuurlijk niet een beetje lukraak gaan zagen of zo. Nee, opereren is wat mij betreft geen optie. En ik ben er vrij zeker van dat andere chirurgen dezelfde diagnose zouden stellen. En je kunt er niet eentje vinden met gevoel voor tumor. Hier een beetje omheen kan snijden, die cruciale gebieden. Het spijt me, ik probeer het beroep niet belachelijk te maken. Het is gewoon een beetje zwart humor. We kunnen nog wel een chemokuur proberen. Maar dat heeft eigenlijk niet aangeslagen. Nou, ik zie het eerlijk gezegd niet zo zitten ook, dus... Toen Simon, dat was wel prettig. Ook het hele idee met die kalveren vond ik ook wel grappig. Of zo. Ja, maar we wisten ook wel bij Simon toen we ermee bezig waren dat het bijzonder was. Dat hadden we wel... Dat heb je vaak wel door, hè, als je draait of iets bijzonder is of niet. Je weet dat soms dat als je heel hard werkt om een film af te maken, dat je hoogstens een 7,5 kan halen. Maar soms weet je als je hem afmaakt dat het een 9 kan zijn. En dat geeft wel een extra drive. Dus dan waren we ook wel heel erg toegewijd en precies bij Simon. Op het moment dat hij het heeft over dat ronde hoofd, ja? Dan zou ik het middenstukje het extreem dat dan wegsnijden en dat met een luistershot van haar plakken. Mensen met ronde hoofden blijven altijd. Nee, was dit een montage? Ja, ik bedoel, je hebt een hartstikke knappe duim.
als ik in mijn hart kijk van wat ik er voor over zou hebben. Deel is een soort rare romantische komedie. Tenzij zij zeggen altijd het is een eromantische dramedie. Een soort niet alleen maar romantiek, maar ook erotiek. Het is niet alleen maar een komedie, maar ook drama. Eigenlijk gewoon een psychologisch drama tussen twee mensen. Dus de hele film gaat tussen een jongen en een meisje, twee studenten, in Barcelona een nacht. Ik ben heel erg aan het monteren. We zijn van 99 naar 88 minuten gegaan. Maar nu zijn we iets te ver doorgeschoten in het opsnellen. Daar komen nu wel weer stukjes bij. Dus het gaat nu alweer richting de 89. Ik denk dat dat ongeveer de lengte gaat worden, gok ik. Dat gezegd hebben, dan zal het toch wel weer 88 worden. Dan zal het toch uiteindelijk wel dat je dingen er genoeg van krijgt van sommige scènes. Maar soms is dat niet goed. Hè? Dan kijk je te veel naar dingen, dan ga je dingen weghalen. Om dingen die het publiek niet weet, die jij al weet. En weet je, ik bedoel, dan is het voor jou minder spannend. Dan ga je iets weghalen. Soms te veel. Dat is ook een gevaar. Je moet soms ook nog wel op de stoel van het publiek kunnen gaan zitten die het script niet gelezen heeft. Op de set een regisseur die verheft in ieder geval zo min mogelijk of niet zijn stem. Dan maak je mensen alleen met een nerveus mee. Het helpt de acteurs nooit. De enige die een stem verheft is de opnameleider, want die moet zorgen dat het proces snel verloopt. Dat de mensen op tijd uit de make-up zijn, dat er op tijd te eten is, dat het volgende shot gedraaid moet worden, weet je. Dus die is eigenlijk, het is meestal zo dat als je dus, als het goed is, als mensen die die leek zijn of die niets met film hebben of nooit op de set staan. Als die een filmset zien, dan moeten ze denken dat degene die opnameleider is, dan moeten die van denken dat dat de regisseur is. Meestal is dat dan ook zo. De regisseur zit meestal of naast de camera of bij de monitor. Die concentreert zich op het shot of op de acteurs. Wat is stel asociale in het land? Ze zouden op school erin moeten rabben, zoveel joden mensen als ze vermoord zijn in de oorlog. Ze zijn gewoon een zoutje asociale. Nou, ik denk idealiter dat het wel zo zal zijn dat er steeds meer mensen filmmakers zullen zijn. En het is dan aan die filmmakers om hun films dan aan de man te brengen via alle nieuwe kanalen die er zijn, weet je. Daar moet je gewoon heel creatief in zijn, want ik denk dat de camera's zijn goedkoper, de camera's zijn lichtgevoeliger. Dus je hoeft niet meer per se met 20, 30 man aan een film te werken. Je kan ook met z'n 5 of z'n 6 tegenwoordig. En dan kan je ook een volwassen speelfilm maken. Het is een raar proces. Er zit iets eerst in je hoofd. En dan ga je via allerlei schijven. En met behulp van heel veel mensen. En heel veel inspanning. Zet je via een technisch proces. Maak je het zo dat het geprojecteerd kan worden. En dan zien allemaal andere mensen het. Ook als jij thuis gewoon lekker voetballen zit te kijken. En die hebben dat dan ook in hun hoofd. En dat is een wonderlijk mechanisme. En ik voel me wel geprivilegeerd dat kan, want daar is blijkbaar een behoefte aan van mensen om verhalen te delen. Weet je, ik bedoel, je staat toch een beetje voort als met je films. En ik denk dat hetzelfde principe dat de farao's wilden, dan zo'n piramide, weet je, dat ze dan herinnerd werden. Dat ze niet zozeer uit ijdelheid, maar meer uit angst voor het niets.